Dat duurde lang. Je bent de allerlaatste die nog van het schip af moest. Mijn naam is Daan. En ik zal namens... Gegroet, Daan. Gegroet, nieuweling. Stadhouder. Gegroet. Ja, dit is onze wijze stadhouder, Guido Zeer. Aangenaam kennis te maken. Is iedereen van het schip? Natuurlijk, stadhouder. Goed om te horen. Daap, als jij het volgende schip klaarmaakt, zal ik deze nieuweling rondleiden door Loontown. Jazeker, stadhouder. En uitleggen hoe het hier... Natuurlijk, stadhouder. Zo, nieuweling. Volg mij. Welkom in mijn Loontown. Hoofdstad van de Loon. Voorheen lag deze prachtige stad in Myria. Doorlopen. Maar vanwege een verschrikkelijke natuurramp waren we genoodzaakt om de stad aan de boten te binden en richting het westen te sturen. Dat is één goudstaaf te weinig oplichten. Nee, niet één natuurlijk, mocht je het willen weten. In deze landen die ik de Loon heb genoemd, mag je met mijn toestemming de komende tijd gaan leven. Durf niet hoger. Werk hard, wees moedig en bovenal doe wat ik zeg. En dan bestaat er een kans dat een koninkrijk in de buurt hier vanzelf een keer uit de stoel komt. Twee bedelaars opgepakt. Net een plaat. Ik bedoel, je komt recruteren. Gegroet, wachters. De wachters, te herkennen aan de paar zwarte panden, houden onder mijn bevel de orde over de land. Probeer alsjeblieft geen stomme dingen uit te halen, want dat weten je toch wat. Rage pakken opgedrukt. Kom maar aan. Bij aan. Dit is Planken, onze ambachtelijke timmerman. Niemand kan zo goed spijkers met koppen slaan als hij. Hij is verantwoordelijk voor de complete restauratie van mijn loon. Wat? Ja, nee, dit hebben we niet besproken. Deze fijne mensen kunnen je helpen, Plankert. Ze kunnen misschien niet zo goed bouwen als jij, maar ze kunnen er wel voor zorgen dat jij genoeg spullen hebt. Ja, dat zou kunnen. Je hoort het! Als jij genoeg spulletjes voor Plankert verzamelt, nee, gaat hij Loontown in ere herstellen. Oh, wacht, nee, ik heb geen ja gezegd, nee. Hé, hey, hallo! En we gaan door. Nee, niet weglopen, nou kom, hé, hey, terugkomen, hé! Hey. Hey. Als je trouwens denkt dat je net zo goed kunt bouwen als Plankert, wees dan niet bang om in de Loon jouw bouwkunst te vertonen. We houden trouwens precies bij hoeveel iedereen bijdraagt aan het verzamelen voor Plankert. Mijn assistent Daap heeft daar nu al de orders voor. Oh, gratis tip. Goede verzamelaars of bouwers zijn een grote toegevoegde waarde voor andere koninkrijken. Ik zie dat je flinke spierballen hebt. Niet zo groot als die van mij, oké, maar groot genoeg om je misschien te bewijzen in de volledig legale ondergrondse arm. Iets makkelijker. Heel mooi. Daag andere inwoners uit voor een duel of vecht mee in de toernooien om jouw kracht, vaardigheden en moed te tonen. Je moet wel uit het goede hout gesneden zijn, want anders ja, breek je net als een dak. Winnaars worden beloond met roem, geld en allerbelangrijkste, respect. Wees vooral niet bang om een praatje te maken met de medebewoners. Misschien vertellen ze je wat interessants, of hebben ze een klusje voor je. Ja, of ze slaan je in elkaar. Stadhouder Guido, wat fijn dat ik u tref. Heeft u toevallig al gehoord zoals van mijn... Zoals ik al zei, heel interessant. Maar als je ziet ben ik heel druk bezig. Dank je wel, beste. Ik ben druk bezig, stadhouder. Je bent gewoon... Wow. Rustig aan. Dat is onnodig. Stop. Oh ja, belangrijk om te weten. Jij kunt de loon niet zomaar verlaten. Maar andere landen en andere volkeren kunnen wel de loon betreden. Je weet maar nooit wat voor vreemde figuren of rijke koningen deze kant op zullen komen. Land van mogelijkheden zullen we maar zeggen. Oh, wacht even. Nog iets vergeten. Mocht je de loon verlaten en een nieuw leven beginnen in een van de koninkrijken, dan laat je jouw huis, haard en spullen hierachter. Het komt van mijn grond, dus ik bepaal wat ermee gebeurt als je vertrekt. Vergeet vooral niet wie jou naar het licht heeft geholpen in jouw zwartste dagen. Dat was ik. Uw zeer gulle, uw zeer wijze stadshouder. Veel succes in de loon, loner.